Vanaf 1 november 2016 start het Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogeheten B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen hun sloten goed genoeg onderhouden. Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet te veel begroeiing in de sloten staat. Ook moeten de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn essentieel voor een vlotte aan- en afvoer van het water en voor de waterkwaliteit. Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen. Elk najaar controleert het waterschap Rivierenland of de B-watergangen goed zijn onderhouden. Dit wordt de maaischouw genoemd.